welkom, geëerde gasten, bij de vierde editie, mag ik het inmiddels wel noemen, van deze prijsuitreiking. De trouwste supporters van de prijs, die zitten, zoals altijd, op de eerste rij. En hier heet ik ook als eerste welkom. Aartsechtgenoten Ineke, dochters Yvette en Iris en voor het eerst aartskleindochter Bridget. Van harte welkom. Nou, die prijs hebben we 5 jaar geleden ingesteld om te beginnen de gedachte levendig te houden aan onze geweldige collega en fantastische reisjournalist Aad Struis. Die is op veel te jonge leeftijd 5 of 6 jaar geleden overleden. Bovendien was er behoefte ter stimulering van de reisjournalistiek om een vakprijs voor de reisjournalisten in te stellen. En daar zijn wij dus met een klein comité mee begonnen onder de vlag van Tourpress, die de initiatiefnemer van het geheel is. Verhaal moet natuurlijk aan diverse criteria voldoen. Het was een boeiend verhaal over een onderwerp en op een manier die niet misschien heel gebruikelijk is voor iedereen, maar die vreselijk boeit. Bovendien op een hele moderne en prettige manier opgeschreven. En de jury heeft lang moeten dubben, want het was een hele moeilijke keuze dit jaar. Er waren heel veel inzendingen van hele hoge kwaliteit. Uiteindelijk is hij er dan toch uitgekomen.